Gravin Eloïse is een van de nieuwe deelnemers van het perfecte plaatje. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat iemand die lid is van de koninklijke familie deelneemt aan een dergelijk televisieprogramma. Eloïse geniet veel vrijheid van haar ouders om de dingen te doen die ze graag doet en leuk vindt. Ook fouten maken hoort hierbij en dit gebeurt dan ook. Zo werd ze al een keer rokend op de foto gezet door een fotograaf. En ook zouden er foto's circuleren waarop ze hevig zoenen te zien is. Dit zou een foto zijn die ze op haar eigen privé Instagram had geplaatst, maar deze werd vervolgens door een van haar vele vrienden doorgespeeld aan de media. Maar het zijn niet alleen haar vrienden die zorgen voor mogelijke schandalen rond de gravin. Zelf zorgt ze er ook voor door gewoon te doen waar ze zin in heeft. Zo plaatste ze een foto van zichzelf in bikini. En was ze ook te zien in een erg kort sexy jurkje? Op zich natuurlijk helemaal niks mis mee, maar ze postte er ook nog de volgende tekst bij. En voor de mensen die vinden dat het jurkje te kort is, I don't care. Eloïse doet graag haar eigen ding en lijkt er ook totaal niet wakker van te liggen dat dit haar soms kritiek oplevert. We kunnen haar eigenlijk ook geen ongelijk geven.